Hi, ik ben Maaike van Poolmakelaardij en vandaag ga ik je een appartement aan de Bloemgracht in Zaandam laten zien. De Bloemgracht is maar een paar honderd meter lang, maar draagt al zo'n 355 jaar zijn naam. In 1655 moest de gracht De Gouw status krijgen door de aanleg van een complex van grote tuinen voor de rijkste inwoners van de streek. Wat voorheen Cornelis Blekersven heette, ging nu Bloemgracht heten. Ik sta hier nu in de afgesloten entree van wooncomplex Ellipticon, gebouwd in 1998. Buiten zijn de brievenbussen, hier zijn twee liften en voor de stappentellers onder ons. En er is ook een trap, maar die gaat tot de 13e. Dit complex is heel gunstig gelegen. Het ligt dicht bij de A7, het centrum van Zaandam. Is super dichtbij met restaurantjes, cafeetjes, winkeltjes. Maar er is ook een park in de buurt met een heemtuin. Kortom, ideale ligging. Ik neem je graag mee naar het appartement op de 13e verdieping. Bloemgracht 226 is gelegen in het appartementencomplex Ellipticon. En het is het laatste getal aan de Bloemgracht. The last, but not the least. Dit appartement van ruim 90 vierkante meter heeft twee slaapkamers, een super deluxe badkamer met whirlpool, stoomcabine en de wasmachine en droger hebben een eigen ruimte. En deze luxe keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Zo is er een vaatwasser, een combimagnetron en een keramische kookplaat van 4 pitten. Het uitzicht hier is geweldig. Aan deze kant zie je Wormer en aan die andere kant Amsterdam. Niet alleen overdag, maar ook 's avonds heb je hier geweldig uitzicht. En er is ook nog iets wat ik je wil laten zien. En heb je onverwacht logés? Geen probleem. Kijk maar. En ben je uitgewerkt, dan toveren we deze ruimte gewoon om in een slaapkamer. Wil jij dit leuke huis in het echt zien? Maak dan nu een afspraak.